Voelt het als thuiskomen? Ja, een beetje wel. Omdat ik hier natuurlijk 4 mooie jaren heb gekend. Daardoor heeft Groningen, het is toch wel een speciale club voor mij. Vandaar dat het wel speciaal is dat ik hier weer terug kan komen. Je hebt al meer dan 130 wedstrijden gespeeld voor FC Groningen, 55 doelpunten gemaakt. Ja, wat zijn jouw doelstellingen voor de komende jaren? Nou ja, mijn doelstellingen zijn eigenlijk om die lijn een beetje door te trekken. Wedstrijden spelen, doelpunten maken en eigenlijk het team zoveel mogelijk helpen waar nodig. Ik denk dat ik met mijn ervaring, ik ben nu een stukje ouder dan toen ik voor het eerst bij Groningen kwam. Dus ik heb wat meer ervaring in de jaren gekregen. Dat ik daar wel mijn steentje bij kan dragen. We hebben Michael de Leeuw vastgelegd voor 1 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Dat betekent dat als dit jaar naar verwachting verloopt en dat Michael gewoon fit is en zijn minuten maakt en we hebben er beide een heel goed gevoel bij, dan gaan we nog 1 jaar met elkaar door. En daarna hebben we ook nog met elkaar gesproken over een carrière na het voetbal. Want dit is een jongen, wat je net ook zegt, die de club kent, die al langer bij de club heeft gezeten, met deze club zelfs de beker heeft gewonnen, die nu weer terugkeert. En ook een jongen met een bepaalde persoonlijkheid en niet voor niets aanvoerder geweest hier bij Groningen en nu ook bij Emmen. En dat zijn toch wel jongens die wij graag aan onze club willen binden. Dus we hebben met Michael afgesproken dat hij na zijn carrière hier de trainingscursus kan op gaan pakken en dat hij stage kan gaan lopen bij een jeugdelftal. Dat geldt wel alleen op het moment dat hij ook hier bij FC Groningen gaat stoppen en dan ook direct aan de slag gaat. Ik denk dat hartstikke mooi is. De Leeuw en dan een stiftballetje. Dat is een hele mooie, zeg. Dat is een hele mooie. Van Michael de Leeuw. In het verleden spits in dienst van de Graafschap. Michael de Leeuw, alweer wat jaren FC Groningen. Staat er alleen voor. En als je er alleen voor staat, dan moet je iets bijzonders bedenken. En dat doet de Leeuw hier. Prachtige treffer. Toen de kans natuurlijk kwam, dacht ik van, Groningen is een mooie club om dan ook misschien mijn carrière te gaan beëindigen. Het is niet zo dat ik dat echt in mijn hoofd heb, want ik wil eigenlijk nog zo lang mogelijk door, zolang het lichaam het toelaat. Het is zeker door mijn hoofd gegaan, ja. Ja, want ik heb ook begrepen dat je nog een doel hebt, qua aantal doelpunten in de Eredivisie. Ja, ik wil daar niet te veel druk op leggen. Kijk, dat is wel een doel in mijn hoofd natuurlijk. Een bepaald aantal wat ik graag zou willen halen. Eerlijk gezegd doe ik er liever geen uitspraken over, anders bezorg ik dat alleen maar extra druk. Maar weet je, als ik dat haal, dan ben ik daar alleen maar blij mee. Maar ja, om nou aantallen te noemen, laten we eerst allebei de clubs eerst seizoen zo goed mogelijk afmaken. En dan volgend jaar kijken hoe het ervoor staat. Hij kent de club ook, hij heeft hier al gespeeld, heeft veel ervaring, is hartstikke fit, want speelt 2 jaar lang bij Emma al bijna alle wedstrijden en doet het nog steeds hartstikke goed en zorgt ook voor rendement en dat is ook wel heel erg belangrijk in het voetbal. Michael maakt eigenlijk in elk jaar ongeveer wel 10 doelpunten. Als FC Groningen zich meldt, welk gevoel komt dan als eerste in jou op? Welke herinnering komt als eerste in jou op? Herinnering? Meerdere herinneringen. Er zijn hier heel veel mooie wedstrijden geweest. Ik denk dat wel de mooiste voor mij de bekerfinale was, waarin je ook echt een tastbare prijs pakt. Maar we hebben hier ik heb hier heel veel mooie wedstrijden gespeeld. Ik heb hier, ik kan me Rode JC even snel herinneren dat ik een hat-trick maakte en dat we met 3-2 wonnen. Of Ajax thuis met 2-0 versloegen. Weet je, er zijn zoveel mooie wedstrijden, zoveel mooie momenten geweest die ik hier heb gekend, waardoor. Waardoor voor mij juist dat gevoel nog steeds een heel goed gevoel leeft over Groningen. Hij wil eerst vooral op het veld presteren en hij heeft ook een doel in zijn hoofd. Nou, ik vind het niet aan mij om dat doel te vertellen. Dat kan hij zelf misschien beter doen. Hij wil een bepaald aantal doelpunten nog maken in zijn carrière. En daar gaat hij alles aan doen. Dat straalt hij ook in alles uit, vind ik, in de gesprekken die we hebben gehad. Daarna heeft hij ook wel ambities en wat hij aangaf is dat hij vindt voetbal hartstikke leuk, het trainersvak lijkt hem leuk en met jonge kinderen aan de slag, daar wordt hij ook enthousiast van, geeft hij aan. Dus zo kwamen we in die gesprekken ook tot deze oplossing om te kijken hoe we hem langer aan de club zouden kunnen verbinden, waarin hij dan na zijn carrière op die manier ook weer kan gaan groeien bij FC Groningen.